Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Scheidsrechter Timmer, de scheidsrechter van vandaag, heeft gefloten en de wedstrijd is begonnen. Hoek heeft afgetrapt. Laat de bal achterin rondgaan. Hoog druk van DVS. Via keeper De Jonge wint Basiel Camara dit kopduel. Konvloed graven. Roald de Vries. Appel voor een handsbal, maar dat was niet zo. Maurice de Ruiter. Via Gertjan van Leijden. Bal al snel ingeleverd. Komt de kans voor Oliver Pilon. 1-0. Na ongeveer 20 seconden spelen komt DVS op een 1-0 voorsprong. Een prachtige steekbal van Barry Powell. Die bedient daar Oliver Pilon en die passeert keeper Jordi de Jonge op een fantastische wijze in het hoekje. Zo komt DVS op een monstersnelle manier hier op voorsprong. 1-0. Ik zie dat Noordwijk ook wel op een 1-0 voorsprong gekomen is. Doorkop is van Barry Powell. Benjamin Rumion kan zijn man op gaan zoeken. Gaat de voorzet geven. Laag. Benjamin Rumion nog een keer. Nee. Konvloed graven. Kan die tweede bal oppakken. Frank van den Burg. Frank van den Burg gaat de achterlijn halen. Gaat de voorzet geven. Op de borst van Benjamin Rumion. Jorra van Zanten. Barry Powell. Barry Powell wordt neergelegd. Ja, hij geeft hem. Gele kaart ook nog voor de verdediger van Hoek. Wat doet hij dat slim, Maarten? Ja, dat doet hij heel slim. Scheidsrechter wachtte eerst nog even af of hij erin zou gaan. Hij wacht inderdaad even af. Ik ben benieuwd wie nu de bal zo meteen gaat pakken. Want, hij heeft al gepakt. Oliver Pilon. Belangrijk moment, ja. André. Fantastisch in de hoek. Oliver Pilon heeft zijn hoofdje niet gek laten maken. En zo komt DVS in de 10e minuut op een 2-0 voorsprong. Voor de tweede keer Oliver Pilon, nu uit een penalty. Het stadion weer goed vol vandaag. Ik denk zo'n beetje 1160 mensen. Fabian Wilson speelt hem terug op de nummer 10. Kan hij er langs? Ja, dat kan hij. Dat was een zekere mogelijkheid voor Hoek. Rick Empens is dat. Moet snel handelen. Bedienen. Nu omschakelen voor DVS. Maurice de Ruiter die goed meters maakt. Kijk eens. En het wordt beloond. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Oh, Benjamin Rumion. Oh, wat een mooie aanval. Zonde dit. Zo van corner voor Hoek. Oh, Velanas. De aansluitingstreffer is een feit. 1-2 hier. Ja, en dat is toch een fout van Todori Velanas zelf, denk ik. Ik dacht hij gaat sterk zijn goal uit, maar hij gaat. Ja, de bal vliegt tussen zijn handen door. Het was niet dat hij over hem heen ging. Maar het ging tussen een aantal meters opstomen. Geeft de bal aan Benjamin Rumion. Benjamin Rumion gaat voorzet geven. Barry Powell! Op de handen van de keeper. Dit is los. Gaat hij. Daar gaat hij. Kreeg een klein tikje. Hij gaat een aantal mensen voorbij. Geeft de bal nu aan Oliver Pilon. Oh, dit is gewoon mooi. Het is exact een kopie van de eerste goal eigenlijk. Maar nu was de Rumion zelf die de actie maakte. Begon te rennen vanaf het middenveld. Zette de brommer aan. En ging een aantal mensen voorbij. Werd licht getoucheerd door een speler. Maar geeft die bal aan Pilon. En Pilon weet ook wel weer wat hij moet doen. Strakke bal, Roald de Vries. Lekker laten vallen. Benjamin Rumion. Over de keeper. Op de kruising. Via een verdediger op de kruising. Weer een mogelijkheid. Dit is een mogelijkheid. Keeper was al geslagen. Ja. Bleef aan de grond genageld.
Frank van den Burg. Frank van den Burg. Opletten. Duur balverlies, hoor. Kan dat zijn? Kijk eens. Tondor heeft bijna gestrekt naar de hoek. Schoenen aan, wij gaan naar DVS. Maar is eruit, hè? Berry Powell. Is een gevoelig balletje. Ja, lekker. Ben je hem in de Romeon? Oh, wat doet hij? Hij zag het. Oeh, kijk, hij stond ook af te wachten. Kijk. Hij maakt even het gebaar van Hans van Breukelen van vroeger. Zag je het? Ja, dit is leuk. Ik weet niet of Bert het appreciate, maar het is een leuk moment in deze wedstrijd. Berry houdt van voetballen. Ja. Ging er ook zo bij staan kijken. Ik zit zelf eerste rangs. Ik sta eerste rangs en ik ga afwachten of ik die keeper kan verschalken door middel van Davids stift. Want hij zag hem inderdaad de ver voor staan. Dat is een mooie bal. Oliver Pilon voor zijn vierde. Nee! Hij kwam niet uit. Ik denk een mol. Ja, Berry Powell staat te balen, want die wil ook een doelpunt maken. Hij had hem breed kunnen spelen, maar het was op zich een goede actie, die sleep. Maar net wat hard. Fantastische zonde. Bal van Maurice de Ruiter natuurlijk vooraf. DVS publiek kritisch als altijd. Jorgen van Zanten, lichaam houden. Goed hoor. Berry Powell heeft al gezien. Heeft Romeon gewoon zien. Gaat zelf mee achterin. Tweede paal, wil je hem hebben of is het Pilon? Gaat hij zelf? Gaat hij zelf schieten? Oh. Imkens. Gevaarlijk daar. Romeon moet bij de tweede paal die bal wegkoppen. Doet hij goed. Altijd mannetje bij de tweede paal hebben. Bij zo'n hoekschop. Schop van hoek. Penalty. Wat een bijzonder vervelend moment. Handje. Handje op de schouder. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ja. Het is wel consequent en het is slim van de nummer 10, Rick Impkens. Die ook zelf die bal in de wedstrijd. Hij gaat zelf die bal neerleggen. Het is niet de eerste penalty die Todori Vlanas zou gaan pakken. Want het was een beetje ongelukkig, kwam die bal stuiten een beetje ongelukkig. Waardoor moest Rick Impens of Todori Vlanas. Komt die bal? Zit er gewoon keurig in. Schiet hier zijn ploeg naar 3-2. En dat is de aansluitingstreffer weer. Maurice de Ruiter. De Ruiter. Eenmaal voorbij. Hey, staat op de bal. Wordt ook nog een tik. Dat is even vervelend, die bal vasthouden. Zit op schoot bij elkaar. Denk Berry Powell. Moeilijke bal. Oh, mooi geplaatst. Strak in de hoek. Denk ik. Moeilijker om te vallen dan om aan. Nee, mag ik niet zeggen. Maar wel misschien ervaren. Kijk, dit kom je net te kort, hè. Komt die voorzet van Constantia. Over Basile Camara heen. Billen knijpen hier voor het publiek. Ja, in zijn enthousiasme hapt Frank van den Burg. Maar dit is wel dan moet je hem ook hebben. En dat had hij niet, waardoor er een gevaarlijke voorzet kon komen. Ja, daar gaat hij. Nou moet hij scoren. Maak het dan. Oh, is te ver voor hem uit. Oh, nee. Jongen. Pilon. Had er 5 kunnen maken vandaag. Oh. Goeie bal van Benjamin Romeon. Handig als het beeld weggeklikt wordt. Oktay Öztürk. Benjamin Romeon in de diepte aangespeeld. Gaat die voorzet komen? Oh, die wordt een boom. Maar hij moest. Alles of niks. Hij moest. Slim die Romeon even voor die bal gestaan. Hè. Het is een... Kijk, goed. Lopen. Daar gaat hij. Gaat, nou, daar, dan. Gaat hij hem bekronen of niet? Gaat hij hem bekronen? Ja! Ja! De man of the match wat jij zei. En nu helemaal. Benjamin Romeon gooit hier die wedstrijd. Een minuut of 8 voortijd op slot. Dit gaat DVS niet meer weggeven. Ik vind het wel verdiend. Maar Hoek heeft lang mee kunnen knokken met die aansluitingstreffer. En kijk eens. Het publiek ook weer op, mooi. Ze vieren het samen met het publiek. En
Benjamin Roemion, man of the match van onze kant, maakt hier de 4-2. Publiek scandeert 10, maar we hebben wel bijzondere dingen meegemaakt hier. Ja, koprollen van de je. Maar dat gaat niet gebeuren. Lekker hoor, zo'n kopbal, Basil Camara. Kopvolt voor de voeten van Maurice de Ruiter. Scheidsrechter leek hem aan te willen vallen, maar doet niet mee. En daar doet meneer Timmer voor de laatste keer fluiten. En dat betekent dat DVS hier met... Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.